Onwijs geregend. Heel even aan mezelf denken, een heel even. Ik had met de installateur alle plekken langs waar de keuken en de badkamer komt en zo. Wij zijn Disna, Lola, Jen en Bart. En wij gaan verhuizen naar Oosterland. Hey, en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Van Kavel naar Droomplek. Aflevering nummer 3. Gaat goed. Yo. Bakkie vol en we gaan weer. Allemaal leuke spulletjes mee. Thanks to my mama dat ik deze auto kon lenen. Daar gaat toch alweer veel in. Fijn. Oké, back in de caravan. Even het kleed uitrollen. Het ziet zo, wij gingen voor het allereerst slapen in de staakcaravan. Dat hebben jullie misschien al kunnen zien in de vlog van afgelopen woensdag. Het was ontzettend gezellig, maar daarom is het nog niet helemaal zo ingericht zoals we het natuurlijk uiteindelijk gaan doen. Maar voor nu wel even zo gezellig. Zo, Bart de rondleiding aan het geven aan Jola. Om het huis heen, want zij had het nog helemaal niet gezien. Dus die zijn lekker daar aan het wandelen. Ik ben echt lekker bezig geweest. Het is gewoon super gezellig al. Daar komen nog van die leuke bamboe, hoe noem je dat? Vitrages. Hier hangt er al eentje. Maar ik heb nog andere besteld, want ik vond deze toch iets te veel licht doorlatend. Dus hier komen andere. En die komt dan wel weer daar, om het weer terug te laten komen. Maar nu hebben we nog even deze hangen. En ik ben gewoon even begonnen met inrichten met wat ik allemaal nog heb. Om te kijken hoe het staat. Maar het staat eigenlijk, vind ik best wel leuk. Ik vind het wel een lekker bankie zo. En hier komt dan die eettafel. Daar moeten de poten nog van worden bezorgd. Dus dat kunnen we nog niet afmaken. Maar er komt een ronde tafel te staan in het hoekje. Ja, het is nog een beetje een rommeltje, maar het begint erop te lijken. Hier staat een lamp nog. Die ga ik nog ophangen hier. Hele leuke rieten lamp. Die komt boven de eettafel. We hebben in ieder geval het bed goed in elkaar gezet nu. Dus daar, als mijn matras binnen is, dan kan die erop. En Jola, die heeft haar kamertje toch gezellig gemaakt. Nou, wat is je daar toch goed in. Kijk nou, dit is toch super gezellig. En dan Jack slaapt naast haar daar. Nou, ze zijn helemaal blij met z'n tweetjes. Ik heb nog even zijn planeten hier mooi opgehangen. Dat is echt helemaal leuk, dit toch. En ze heeft nog heel veel plek in haar kasten. Dus ze vindt het eigenlijk wel helemaal prima zo. Het is ook wel leuk geworden hè, dat ik dat zwart heb geverfd. Het is natuurlijk niet perfect, maar het is wel leuk. En de laadjes in kleurtjes geverfd. En daar komen nog andere knopjes op. En goed. Ik ga nu naar de karwei. Die is achter mij. De karwei is achter mij. En dan ga ik even wat dingetjes kopen die ik nodig heb. Vooral belangrijk, niet vergeten Disna, een slot om dat hele unit ding van ons op slot te zetten. En ik heb weer allerlei spullen bij me die ik daar wil hebben. Zo ook mijn fiets. Ik vond het een moeilijke keuze of ik nou mijn fiets hier wilde houden of in Oosterwold wilde zetten. Maar toen had ik toch zoiets van, ja, ik ben daar vooral de weekenden. En dan vind ik het echt wel leuk om de buurt een beetje te gaan verkennen op een fietsje. Dus ja, hij gaat daarheen. Top. En die van Jola gaat als ze klaar is met school. Want je moet eerst nog op school alles afmaken en zo. Deze week en volgende week. Hey, we zijn er weer. Het is dinsdag vandaag. De dakpannen stonden op de planning. Maar ik heb het idee dat ze met iets anders begonnen zijn. Ik ga zo even kijken. Want het heeft onwijs geregend de hele ochtend. Dus ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Ik kan me zo voorstellen dat het dan lastig is om dakpannen te plaatsen. Het busje helemaal leeggehaald, bijna daar ingezet. Allerlei banden die Bart nog had. Je moet het maar bewaren, hè? Hij heeft er een band mee. Ze zijn gewoon nieuw. Ja, je zou ze verkopen, hè? Ja. Ik zit heel even met het idee te spelen om zo misschien nog even bij de kringloop te gaan kijken. Omdat ik nu toch dat busje van mijn moeder heb. Maar dat doe ik dan pas als Jax gaat slapen. We moeten ook nog iets regelen om hier te gaan leggen. Want op dit moment neem je echt alle modder nog mee naar binnen. We willen dus nog wel een... Ga je lekker liggen? We willen nog een
vlonder hiervoor gaan maken. En een kleine overkappingtje, zeg maar. Of een doek, een tent voorkant, zeg maar. Zodat je iets meer droog staat voordat je naar binnen komt en daar je schoenen uit kunt trekken. Ja. Hey, mogen we weer even kijken? Wat is dat? Oh, een handschoen voor je shower. Jax is wakker geworden zojuist. Hij ligt heerlijk in zijn en Yola's kamertje. Hey! En nou, er was niks boeiends bij Radplan, dus ik heb daar niets gekocht. Ik ben vandaag ook echt zo moe. Jax was vannacht wakker geworden en ik zat nou juist echt even in een fase dat ik echt mijn slaap heel hard nodig heb. Dus ik heb de hele tijd van dat drukkende gevoel onder mijn ogen. Ik wilde net ook nog naar de opslag gaan en nog dingen ophalen en zo, maar ik heb het gewoon niet meer gedaan. Ik moet heel even aan mezelf denken. Een heel even rust. Wat niet echt gaat lukken, want er staan te veel dingen op de planning. Ik werd net gebeld door iemand over onze vloer. En we moeten dus even naar de winkel komen om te gaan kijken. Maar het is gewoon haast niet te doen om een moment te vinden dat we daar even naartoe kunnen. Het is gewoon echt heel lastig. Het is gewoon de hele dag heb ik allemaal dingen gepland. En als ik dan even tijd heb, dan ligt hij te slapen. En dan kan je natuurlijk ook niet samen weggaan. Dus ja. Problems, problems, problems. Komt wel goed. Ik ga Jax er even lekker uit. Even aankleden. Hé, liefje. Dan heb je een lekker bedje hier, hè? Hola, goedemorgen. Ik was vandaag om 6 uur opgestaan. Uit mezelf. Jee. Want ik heb gewoon echt even de tijd nodig. En ik wilde een plekje voor de deur. Wij wonen in een straat waar dat praktisch onmogelijk is de laatste tijd. Vroeger kon het altijd. Nee, maar de laatste weken, ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel of iedereen een soort van vouwwagen neerzet of een camper of een tweede auto heeft. In ieder geval is er nooit meer plek voor de deur en dat is best wel lastig wanneer je aan het verhuizen bent. Ik wilde namelijk vandaag mijn autootje weer even helemaal vol stoppen. Dan ga ik naar Oosterwold, dan gaan we daar even checken op what's going on vandaag, want we weten het niet precies. En dan ga ik naar de opslag, ga ik daar wat spulletjes halen voor een vriendin, heb ik aan haar beloofd. En dan gaat dat weer in mijn auto, zeg maar, en dat neem ik dan weer mee. En dan ga ik morgen naar die vriendin. Dus ik moet de auto nu even volladen met spulletjes. Maar er was net één plekje en toen rende ik echt naar buiten, daarom heb ik ook mijn jas aan. En toen kwam er net een busje in dat plekje staan. We zijn er weer. Ze zijn begonnen met de dakpannen. Super vet. Ik had het namelijk niet verwacht omdat het nog steeds een beetje regenachtig is. Maar ik kwam net aanrijden en aan de andere kant zitten ze er al op. Die ga ik eerst even laten zien. Bart is in de tussentijd binnen, want die gaat met de installateur alle plekken langs waar de keuken en de badkamer komt en zo. Om dat allemaal goed te keuren, dat goed op zijn plek afgetekend wordt. Kom maar even met mij mee. Dan lopen we zo om het huis heen, ja? Ja, Jax is er elke dag bij vanaf nu. Het gaat niet meer naar de opvang. Misschien wel straks hier hoor, maar dat hebben we nog niet helemaal. Die is nog niet open, de opvang waar hij op gaat. Kijk dan, ik vind de dakpannen zo mooi. MUZIEK
kijken. Wow, vet. Ja. Wow. Hoi. Goed, kijkt u hier in de dubbele stopcontact. Dan gaan we naar deze kant. Nou, ook hier krijg je een dubbele stopcontact. En dan daar nog een dubbele stopcontact. Dit is mijn deur naar het kantoor. En dan is dit Bart's kantoorkant. Hier is mijn kantoorhoek. Hier. Ja, dit is echt zo'n droom dat we zo'n grote werkruimte aan huis hebben. Zonder dus dat je eigenlijk door je woning hoeft. Dus met een aparte ingang. En dan kan je natuurlijk wel nog met deze deur of die deur. Het toilet is ook zo groot. Zo vet dit. Hier komen openslaande deuren in. En daar komen ook openslaande deuren in. En hier komt dan de vide. Daar hebben ze alvast wat getekend voor de wc'en. En daar komt de wc. Hier. Daar komt een spoelbakje. Spoelbakje. Kan je je handen wassen? De wc komt aan die kant. Daar. Hier? Ja. Dan heb je eerst een kastje van 60. Ja. Dan heb je een kastje van 60. Ja. Dan zal ik hier even maken. Hier een kastje van al voor de koud water. Klopt. Ja. Zo hier. Komt daar een bureautje, dat je kan werken, hè? Ja, ik kan daar werken. Ja, en misschien een schommel. Ja, hier een schommel. Vanaf je schommel kun je zo in de tuin zijn. Daar komen straks de stenen, dus daar steken we allemaal steeksels uit. Een stukje staal en dit is allemaal afgespoten. We zijn weer bij de opslag. En Jax wil even meelopen. Zo stom, hè? Kunnen we niks meer aan doen. Jax heeft zijn speen daar bij iemand anders in zijn hok laten vallen. Hoe kon het gebeuren? Wat is dat? Dus eventjes een kijkje in de grote struggle van mijn leven. Wij zijn namelijk zo vaak Bibi's, spenen kwijt. Dus nu ga ik weer naar de winkel om een nieuwe te kopen. En dan heeft hij één specifieke die hij echt per se wil. Yes! Het werk houdt niet op. Van het ene huis naar het andere huis.
En natuurlijk leven we hier nog, dus er moet hier ook schoongemaakt worden. Dat vergeet ik af en toe een beetje. Dus dat ben ik nu even aan het doen. Ik heb net die kussens in de was gedaan. Nou ja, de kussens niet, maar de hoesen. En tegenwoordig doe ik ook aan bezemen. Gewoon met een bezem. Ja, stofzuigers schijnen bij mij altijd een soort van houdbaarheidsdatum te hebben. En op een gegeven moment kappen ze er gewoon mee. En dan ga ik maar bezemen, want... als er iets irritant is in het leven, dan is het wel een stofzuiger die niet zuigt. En soms heb je van die dagen dat je wilde dat je bezem kon vliegen en dat je een heks was. En dat je gewoon even weg kon gaan. Mooi hè? Dat is ook wel weer heel mooi hè? Ja, het is iets donkerder, maar toch wel weer wat. Maar die vind ik ook wel mooi. Ja. Ja. Zullen we zo mooi. We zijn in de Hornbach. Bart heeft iets nodig. Iets wat te maken heeft met, jawel, poep. Dat wij vanaf vandaag in de Staakerven, als het goed is, als het gaat lukken, nog even spannend, stroom hebben. Oh, echt? Ja, we hebben een stroomkabel besteld en dan heeft Bart nog iets nodig hier om het aan te sluiten. Oh, cool. Maar slag onder de arm, want je weet het maar nooit, hè, of het gaat lukken. Woep. Top. Toppie. Nice. Zeker weten, dubbel check. Gaat goed zo? Dus we zijn bezig nu met de stroomkabel. Het is een kabel van 200 meter lang. En daar moet een hele buis omheen gelegd worden. Het is wel een grondkabel, aka buitenkabel. Maar dan nog moet daar dit blijkbaar helemaal omheen. En dat is nog wel even een werkje, want dit is pas het eerste gedeelte. Het is maar goed dat we hier nog zoveel ruimte hebben om dit te doen. Dus deze gaat eigenlijk van het huis van een van de buren naar onze caravan. Zodat wij stroom hebben. Wij hebben natuurlijk in het huis nog geen stroom. Oh. Verder? Helemaal door? Oké. Okay. Hoi. Bart. Genoeg? Nog meer? Ik zeg tegen Bart, waarom is het zo lang? Serieus. Hij zegt, nou, ga je dat nu vragen? Nog verder? Zeg maar ongeveer 3 keer de hele lengte. Behelpen hier, want we zijn inmiddels een week verder. Maar deze leuke winkel, Sklum Design, die heeft deze tafel geleverd. Fijn, maar niet zo fijn dat er geen poten bij zitten. Dus ja, daardoor is nog steeds een beetje behelpen hier. Een beetje volgepropt. Ik ga even kijken of ik nog op een en ander kan opruimen. Want we gaan hier natuurlijk wel het hele weekend al blijven. Weer op het luchtbed slapen. Maar ja, des te leuker is het als het straks wel allemaal af is. Als trouwens de staakcaravan helemaal af is, dan doe ik nog even een hele... make-over video van hoe die voor was en hoe die nu is en wat ik allemaal heb gebruikt enzovoorts om hem zo te krijgen als dat hij straks is, dus nu nog niet, maar als hij echt helemaal af is. Dus dat duurt nog eventjes voordat die video online komt, maar dat vind ik wel heel erg leuk om te maken omdat ja, er toch best wel wat werk in is gaan zitten en ik toch wel ja, erg blij ben met het resultaat. Het is wel een beetje warm hier. Ik ga even wat ramen openzetten. Hartstikke bedankt
voor het kijken naar deze week video. Nou ja, niet echt een week. Het is een beetje een aantal dagen bij elkaar, maar dan de dagen dat we zeg maar dingen voor het huis hebben gedaan. Als je de andere dagen wil zien wat ik toen allemaal heb gedaan, gewoon een normale weekvlog, dan kun je kijken op woensdag. En volgende week zondag ben ik weer met een nieuwe update rondom ons Oosterwold avontuur. Dus hartstikke leuk dat je weer gekeken hebt. Ik zie je heel graag volgende week en tot dan!